De leerlingen van het Cambreur College die gaan de school verlaten. Het zit er voor hun weer op. En dan gaan ze vanavond vieren met een galaavond. U kunt het zien, de dames zien er allemaal prachtig uit. En de heren ook heel erg mooi. En ze rijden naar school in diverse verschillende voertuigen. En daarna gaan ze met z'n allen feest vieren. Linde. Linde. En wat gaat er vanavond allemaal gebeuren? We hebben galaavond bij het Cambreur. Dus, Omdat we gaan afstuderen. Ja? Ja. En wat ga je in de volgende opleiding doen? Ik ga naar het Avans in Breda. En dat is? Het is HTS, dus mechatronica. Oké. Ja. En jij? Toegepaste psychologie bij het Fontys in Eindhoven. Oké. Dus, en heb je al een kamer kunnen vinden? Nee, ik blijf lekker thuis wonen met mijn moeder. Ja. Nou, heel prettige avond. Ja, dank u wel. Dank u wel. En jij? We zien er leuk uit. Dank u. Een mooie gele roos erop. Ja, ja. Wie ben jij? Ik ben Bas Goossens. En wat ga jij na school doen? Ik ga naar Eindhoven. Ik ga small business en retail management doen. Wat is dat? Als ik daarmee klaar ben, dan kan ik of een eigen winkeltje beginnen of eigenaar van de bedrijfsleider worden, rayonleider van een aantal winkels. Het kan allemaal. Echt waar? Nou, wat verwacht je ervan? Ik denk dat het wel makkelijk wordt. Ik heb alles al een beetje gedaan van daarvoor met de MNO en zo. Nou, dus, ja. Dan wens ik jou heel veel succes. Dat zou wel lukken, dank u wel. Ja, van hetzelfde. Zijn jullie een setje? Ja. Echt waar? Ja. Vandaar dat jullie zo mooi op de foto en op de film komen. Oké. Wat gaan jullie in het vervolg doen? Naar Nijmegen. Oh. Universiteit. Universiteit. En ik ga waarschijnlijk naar Eindhoven. Ook naar de universiteit. Ja. Hoe moet dat dan? Ja. Ja, in het weekend, hè? Ja. In het weekend. En ga je vanavond lekker feestje? Ja. Ja. Ja? Sowieso. Ja. En welke auto hebben jullie? Die. De Citroën dinges. Oh! Ja. En van een vrienden? Of? Ja, van kennissen van ons. Oh, gaaf. Ja, nou, leuk. Prettige avond. Ja, dank je. Gezellig in de klas en let weer op de details.
Volgens mij zit Rachel en Fieke die hieruit komen stappen. Ja, zie je wel. Ze komen zo aan. Ik denk ook niet dat dat bij Rachel gaat gebeuren. Ze is met ons naar Istanbul geweest. Heeft zich daar fantastisch gepresenteerd. Een speech gehouden voor 900 man. Dus ik denk dat het helemaal goed komt. Hij heeft ook nog waard. En natuurlijk niet te vergeten ons Fieke. Fieke is me dit jaar ontvallen. Ik krijg geen rest meer van mij. Maar ik mag af en toe in de gang nog genieten van een stralende glimlach. Die ze nu ook even gedaan heeft. Ja hoor, daar is ons Roosje. Familie en Pim van de Krop. Ik heb een leuk nieuwtje, Pim heeft verkering, niet met Roos. Nee? Nee, maar met Larissa, die komt straks nog. Nee, dat is allemaal heel pril. Precies. Pim, ik heb voor het eerst meegedaan aan het Lagerhuis. Dat deed hij supergoed. Roos heeft keihard gewerkt voor het profielwerkstuk. Hij is ook met ons meegeweest naar Barcelona. Dat was super gezellig. Het is ook zo'n lekkere kletstap. Hier komt Julia aan. En Julia is een beetje verlaat. Die had ik eigenlijk eerder verwacht. Ik heb aan Julia gevraagd, wat kan ik over jou zeggen? Ze kwam zelf natuurlijk de bijdrage aan de schoolband. Heel creatief iemand. Leren kennen, anders had ik nooit zoveel lol gehad. Ja? Ja? Wat studeer jij? Ik studeer op de HAVO. Ja, en jij? Zo is het, applaus! En jij? En jij, HAVO. En jij? Ook op HAVO. Ja? En wat ga je in de toekomst doen? Communicatie. Ja, en jij? Ik ga op de PABO studeren. Okay. Nou, veel plezier! Dank je wel. Okay. Kijk, van de juffrouw een glaasje champagne. Je zenuwachtig voor het examen. Nee hoor. Doe gewoon dit voor. Precies. Mijn gala-jurk uitkiezen was echt frustrerend. En mijn ouders en oma die mee waren gaan naar de winkel werden echt chagrijnig van me, omdat ik niet kon kiezen. Maar als je dat dan nu zo ziet, dan is die hele chagrijnige bui natuurlijk meteen verdwenen. Wat een beauty! En kijk weer naar de jurk, met swim met de das. Doen ze goed hè, dit jaar? Krijg van zichzelf gegeven, van zichzelf. Een prachtig individu, altijd bereid een ander te helpen. Altijd en bereid om een glimlach bij een ander op het gezicht te toveren. Optimistisch, nooit te laat. Ze gaat later rechten studeren. En is gekleed in een traditioneel Afrikaans jurk. Kevin vergezelt haar. Kevin is een kunstenaar die geïnspireerd wordt door zo'n mooie muzenaars. Kevin heeft verschillende periodes gehad, dus in deze witte periode. Wat studeer jij? Nu of wat ik later ga studeren? Wat ik later ga studeren? Rechten. Ja. Rechten aan de Universiteit van Brussel. Ik ga eens tussen jou nemen daar een fotografie. Veel plezier. Dank je. De meest stijlvolle gast in de meest stijlvolle auto met de meest stijlvolle dames van het gala. En Ruben is er ook bij. Ruben is vorig jaar HAVO4. Ja, ik ben vorig jaar mentor van hem geweest in HAVO4. Hij kreeg op een gegeven moment de smaak te pakken. Keihard gewerkt. Is toen naar HAVO5 overgegaan. Het doet het gewoon hartstikke goed. Dit zijn geen setjes, hè? Nee, dit zijn geen setjes. Dus tenminste niet dat ik weet. Geen bijpassende stropdas, liefst. Ja. Thank you.
les ook helemaal niks ontvangen. Robin heb ik wel in de klas gehad, vanaf de tweede klas al. Bram heeft nog wel gevraagd of hij het zelf, maar hij zei ja, laat maar, zeg maar niets meneer. Nou, dan ga ik wel even iets zeggen dan. Precies. Want Bram, die heeft op de een of andere manier mijn telefoon nog bewaard. En bij het minst op die linkse dat er maar gebeurt op school, dan krijg ik een sms. Mevrouw, het is een... Jimmy van Rossum en Larissa Hart. Ja, nog eens even, Pim is er al. Goed in. Dat is wel een setje. Ja, dat is een setje. Jij niet. Terwijl Jimmy is wel Mr. Love. Jimmy ken ik al van de eerste klas TTO. Daar was hij eigenlijk al wel kritisch bij de dames. Ook een ander setje wat hier nog is waar ik het niet over kan hebben. Bij mij in de klas. Maar Jimmy heeft tot H5 gered en gaat dit jaar boos maken. Geen probleem. Femke, vaak nu. En Minou? Minou, kan je niet eens. Kent je? Minou zit bij mij in de klas, is mijn mentorleerling. We zijn allebei vriendinnen, kennen elkaar al van de eerste klas. Minou is... Ja, Minou, je moet eigenlijk eerder kenbaar maken aan mij. Ik sta hier een beetje... Hè? Misschien vanwege het kampioenschap van Ajax. Ja, dat was inderdaad vanwege het kampioenschap van Ajax. Ja. Precies. Die wenschap had ik verloren ook. Ja. Lisa ken ik goed. Heb ik 2 jaar in de klas gehad voor maatschappijleer en voor MAW. Marijke en Simon. Sorry, ik heb heel veel over jullie opgeschreven. Dat is mijn kaartje weg. Ik heb hem hier. Marijke gaat na het Cambreur, gaat ze bouw kunnen studeren op de TU Nijmegen. En haar droom is om ooit een succesvolle architect te worden. En Simon gaat geneeskunde doen. Lisanne en Roy. Roykus, zegt Jos. Lisanne heeft altijd in onze schoolband gespeeld en prachtig gezongen. Ja, die zullen we wel gaan missen natuurlijk. Die gaan we zeker missen. En Roy ook. En Roy doet gewoon lekker alles op het gemakske. En hij is heel galant, hè. En let op de slotdas. Let op de slotdas en een mooie jurk. Ga je vanavond nog zingen, Lisa, nog niet? Nee? Nee, vanavond zijn ze lekker dans. Paarten maar, ik zie waar komen. Wendy van den Broek, Britje van Wolken, Danielle Koenen, Veerle Kuipers. De dames hebben voor mij een schrijver gemaakt en eigenlijk zouden ze aan moeten duiden als fashionista Danielle, artistieke Britje, ja, Daring Devil Veerle en Mega Mandy of Wendy? Wendy, Mega Wendy. We gaan het super gezellig hebben, staat hier. Nou, dat weet ik wel zeker. De cross gaan los vandaan. Helemaal los zo meteen op de stage. Nog even omdraaien zo meteen als de auto wegrijdt naar de fans. Het is heel erg leuk, het gala, leuk georganiseerd, leuk groeien. Ja. Ja, straks is het natuurlijk het feest, het is vanzelf, dus ik ben benieuwd. Ik weet het ook nog niet. Ja, dankjewel. Nicole wil toepassen en ik denk dat ze daar vanavond mee gaan beginnen. Maar dan ook in het debat. Joël heeft altijd met ons meegedaan aan het Lagerhuis en dat is echt een pittige tante.
mooi twee verschillende kleuren blauw en toch matchen. Erik is een leuke toch. Erik is uit zijn droom ontwaakt. Hij is hier gekomen. Ja, dit jaar ook gewoon zijn VWO-diploma halen samen met Tessa. Ik vind het zo leuk dat ze samen zijn, want ze hebben bij MHW ooit een werkstuk gemaakt samen. Kijk goed. En ja, dan hoop ik profielwerkstuk en nu samen op de stel halen. Bij mij zit ze ook naast elkaar in de les. Heel hard geholpen met onze leerlingraad en met de CIA. Roosactie. Schoolfeesten. Maakt jullie niet uit, ze regelt alles. Precies. Was zegt ook over de klas waar die in zit. Klopt niet stichten. Ze wonen bij elkaar in de straat. Ze speelden vroeger dan ook maar vaak samen buiten. Eigenlijk zijn nog steeds goede vriendinnen. Annieke gaat de leraaropleiding wiskunde studeren en René Franse taal en cultuur in Utrecht. Lotte Geert en Juri Kok. Juri gaat straks, als hij zijn diploma haalt, en dat gaat hij sowieso doen, dan maak ik me niet druk om. Juri gaat technische informatie gaan doen op de TU Twente. En Charlotte gaat bouwkunde doen op de Alphons in Tilburg. Die bouwkunde gaan doen, ja. Nou, gezellig. Het is wel een crisis in de bouw. Ja? Dit is overigens geen setje, hè? Want Juri heeft verkering met je vol. Ik zie me met Franken. Nee, het zijn geen meisje. Dit is Guus. White Fang. Guus, White Fang inderdaad. Dit zou lijn 11 moeten zijn, toch? Piet. Hallo. Daar staat er ook bij Simone. Wat kan? Heb jij het kaartje? Want er is iemand. Het spijt me heel erg, maar de volgorde die klopt niet meer. En dan. Polo is jarig. Hij is 18. Polo is jarig. Ik mag mij wel interviewen. Hallo.
iets wil. Nicky komt er ook bij. We hebben allebei vrij makkelijk een kleding kunnen vinden. Snel gevonden voor Lomas met name. Ze zeggen zelf dat ze een hele leuke tijd hebben gehad op school. Ik ken Nicky nog als een hardwerkende leerling. Dat zal vast niet veranderd zijn.